allereerst van harte welkom bij de eerste spreekavond, ook de openingsavond van Jong de Mos. We zijn al heel druk bezig om Den Haag eigenlijk te verbeteren, vooral ook voor jongeren, want er moet gewoon nog heel veel gebeuren, laat het duidelijk zijn. Ja, en laten we dan uitgerekend vanavond een hele interessante eerste spreker te hebben. Waarschijnlijk jullie niet geheel onbekend, is natuurlijk denk ik vooral bekend van Ponyoes, Geen Stijl, en heeft natuurlijk de campagne groot gemaakt van Geen Pijl, waar hij, als ik het goed heb, bijna 428.000 handtekeningen heeft geregeld, zodat het referendum zou komen. Ja, dat heeft hij met succes gedaan. Ja, laatst vooral het nieuws gehaald natuurlijk, dat hij de nieuwe fractievoorzitter van VNL wordt. Ja, volgens een nieuwe revue, ik vond dit toch wel een van de mooiste omschrijvingen. Hebben het over Jan Roos, en dat is een rasprovocateur die arme huisvrouwen lastig valt op de huishoudbeurs. Ik weet niet of dat hem het beste omschrijft. Wat ik wel zeker weet is dat we hier een hele markante figuur hier hebben. En ongetwijfeld een hele interessante politicus. En die gaat Den Haag waarschijnlijk op zijn grondvesten doen laten schudden. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Jan Roos? Nou, allereerst hartstikke bedankt dat je vanavond bij ons wil zijn. Ja, ik was toch in de buurt. Ik kom net uit de moskee. Dus. Oh ja! Ja, leuk dat je... Ik denk nog even een biertje drinken bij die jongens hier. Ja, leuk dat je even langs komt wippen. Maar ik weet niet, van mijn omschrijving een beetje van je goed, of heb ik wat gemist? Nou ja, goed, kijk, ik begrijp de revue wel dat ze natuurlijk hebben over dat ik vrouwen lastig heb gevallen op de huishoudbeurs. Want ja, ik heb ook gewoon vrouwen lastig gevallen op de huishoudbeurs. Ik bedoel, dat is ook wel waar. Alleen ik heb wel iets meer gedaan dan dat. Maar kijk, Ponyoes was de eerste 2,5 jaar een heel goed programma. Een vernieuwend programma. Maar een onderdeel daarvan was ook satirisch. En ja, ik vind het jammer dat je daar 5 jaar lang nog steeds moet uitleggen dat sommige punten satirisch waren. En ik heb zelfs wel dat soort vrouwen eerst gezegd van, nou, ik ga straks iets zeggen over uw korte haar en uw brilletje. Zei zo, meid, hartstikke leuk als ze maar op tv komt. Ja, en de volgende dag was ik dan de penopauze vrouw basher van Nederland. Ja. Dat is allemaal een beetje overtrokken, want dat is natuurlijk maar satire. Wat zou VNL dan bijvoorbeeld willen veranderen, bijvoorbeeld met iets wat de NOS? Nou, we zijn niet voor een gedachtepolitie om te zeggen, die mensen te zeggen, ga nou eens een keer realistisch nadenken. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Dus daar kan je niet weinig aan doen. Alleen, ja, wij zijn geen voorstander om langer door te gaan met de gigantische financiering van de NPO. Maar dat heeft niet alleen maar te maken met een manier van programma maken, maar ook met hun overbodigheid. Nou ja, in eerste instantie denk ik van, nou, dat is goed nieuws, want ik hou er ook wel van. Mijn naam is Bas Monti. Op financieel vlak, hoe sta jij tegenover Flaxtax en dat basisinkomen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind het een hele goede vraag om het volgende. Wij zijn namelijk heel groot voorstander van Flaxtax. De Flaxtax die wij in willen voeren is 25% over je loon. De eerste 10.000 euro is belastingvoetvrij, dus de eerste 10.000 euro is voor iedereen die niet of wel werkt per definitie belastingvrij. En daarna betaal je 25% belasting over je inkomsten. Maar we stoppen ook met dat belachelijke rondpompen van toeslagen. Ja, duidelijk. Nou, dat was eigenlijk mijn laatste vraag, maar die is dus al gesteld, dus hartstikke goed. Is er nog iemand anders die nog een hele brandende vraag heeft? Nou, maar ik moet er plassen. Heel fijn. Oh. Nou, duidelijk, dames en heren, dan ga ik hiermee de avond afsluiten. Straks kunnen we nog lekker een biertje, een wijntje drinken. Je kan ongetwijfeld aan Jan of van alles en nog wat vragen. En stem VNL. Dat zijn zijn woorden. Nee. Mag ik Jan Roos hartstikke bedanken, dames en heren. Jullie ook bedankt, jongens. Ja, tuurlijk. We hebben nog wat moois voor je. Oh, een doosje. Van, geniet. Top, heerlijk, dankjewel. Jan Roos van VNL, oud-ex Ponyoes-verslaggever. En hoe ben jij er zo op gekomen om de politiek in te gaan? Nou, ik heb natuurlijk ook bij Ponyoes, maar daarvoor heb ik ook bij BNR en later bij Geen Stijl gewerkt. En daar had ik het vaak over wat er allemaal niet deugt in Nederland. Nou, daar ben ik al heel lang mee bezig geweest, omdat er ook heel veel niet deugde. Maar na het Oekraïne-referendum, waar ik campagneleider van was, had ik ook in de gaten dat ik niet alleen maar goed kon klagen, maar dat ik daadwerkelijk ook iets kon doen. Het Oekraïne-referendum, dat was eigenlijk onmogelijk, dachten ze in Den Haag. Nou, dat hebben we gehaald en uiteindelijk ook nog met een goed resultaat.
Nou, goed resultaat. Ik bedoel, het is nog steeds niet af, hè? De Rutte is nog steeds bezig om het te veranderen en om het niet te certificeren. Hoe denk je daarover? Ja, dat ligt aan die klaploper. Maar ons resultaat was dat we een referendum kregen en dat werkelijk de opkomst haalde en dat ook nog een keer 61% nee zei. Kijk, en dat Rutte ons besodemietert, ja, dat zijn we eigenlijk al gewend. Daar gingen we ook eigenlijk een beetje van uit. Kijk, we hebben natuurlijk eerder een referendum gehad in 2005. Toen zeiden we willen die Europese grondwet niet en die kregen we ook. Kijk, en wat het dus aangeeft is dat Rutte gewoon, die heeft gewoon scheid aan de bevolking. Het interesseert hem gewoon helemaal geen moer wat wij willen of wat wij vinden. Hij vindt ons eigenlijk eerder lastig dan dat hij daar maar iets mee doet. Maar ja, we leven echt in een democratie. Maar Jan, jij hebt heel veel kritiek gehad natuurlijk. Maar hoe ga jij ermee om als het mensen daar kritiek op jou hebben, jouw collega's, als het VNL dadelijk dingen toezegt die niet doorgaan? Hoe ga je daarmee om? Want ja, bij je geen stel gaan ze je niet sparen, denk ik. Of denk je van wel? Nee, zeker niet. En dat mag ook niet. Geen stijl, die moet mij net zo hard slopen als de rest. Want ik ben nu overgestoken, de lijn. De dark side noemen ze dat daar. Dus ze moeten mij gewoon pakken en ze moeten kritiek op me hebben. Maar van kritiek word je ook beter als je beter wil worden. Nou, het probleem is natuurlijk met Mark Rutte, die wil helemaal niet beter worden. Want dat is een leugenaar en dat vindt hij wel prima zo. Je hebt ook bijvoorbeeld gezien dat hij sorry heeft gezegd voor al zijn verkiezingsbelofte die hij heeft gebroken. Noem mij maar populist. Kijk, de problemen, multiculturele samenleving, islam, de EU, maar ook bijvoorbeeld slopen van defensie en de politie, dat gaat iedereen aan. En dat gaan wij gewoon weer beter maken. Nou Jan, hartstikke bedankt. Ik heb eigenlijk nog wel aardig wat vragen, maar die laat ik achterwege. Ik wens jou veel succes op deze avond. En we zien elkaar misschien snel weer in de toekomst. Nou, dan moet ik denk ik wel even een gaatje voor in mijn agenda maken. Wat een hoer, joh, ben jij? Dat lijkt me wel, ja. Nou, ik voel me heel erg vereerd dat jij voor mij een gaatje wil maken in de agenda. Ja, ik zeg het nu af, ik ben helemaal kapot, ik ben helemaal uitgeluld. Hey, is dat altijd zo dit?